Wij basketclub Molenbeek Rebels vinden gewoon dat elke speler telt. Wij zijn een basketbalclub die vooral werkt met meisjes die opgroeien in kwetsbare situaties en eigenlijk via het basketbal wil empoweren en wil hun talenten laten ontplooien. Ik vond op het eerste moment wat ik mij zeg is, oh, dat kan echt een basketclub zijn voor mij. De club heeft eigenlijk heel veel voor mij gedaan. Eerst wissel van hand of gewoon rechtdoor? Rechtdoor. Wenke die ons doorstuurde naar verenigingen waar je je huistaak konden doen. Elke woensdag mochten we eigenlijk onze huiswerk gaan doen bij foyer, studiebox noemde het. Wat ik op het einde wil zeggen is gewoon dat ze altijd een manier vinden om ons echt door te laten groeien. Er zijn behoorlijk wat drempels die soms ook gewoon onzichtbaar zijn of die voor veel mensen onzichtbaar zijn, waar onze meisjes en heel veel andere mensen echt wel mee te maken krijgen als ze het idee krijgen van ik wil eigenlijk gaan sporten. Maar de basis is eigenlijk dat ze hier altijd een thuis vinden en plezier kunnen beleven en altijd een luisterend oor vinden. Een plaats waar ze altijd terecht kunnen en waar ze geholpen worden en toegeleid worden naar andere hulporganisaties en waar echt wel gewerkt wordt rond hun welzijn en niet alleen rond basketbal. We zijn eigenlijk een grote familie. De sfeer is gewoon echt goed. We leren heel veel over onze normen en onze waarden. Zo groeien wij eigenlijk. Van iedereen is gelijk. Dus daarom is er heel veel respect in onze club eigenlijk. Ze komt als een match, pas de fout. De communicatie met de jongeren en hun ouders proberen we heel laagdrempelig te houden, heel duidelijk, zodat we echt heel zeker zijn dat alles goed begrepen is en dat we ook een idee krijgen van de andere drempels waar dat jongeren eigenlijk nog mee te maken krijgen. Het lidgeld dat misschien toch nog te hoog ligt, dat wordt bij ons eigenlijk aangepast aan de familie zelf. Vervoer. Ja, naar een training komen is niet voor iedereen even evident. Ze proberen er alles voor te doen dat die meisjes toch hier op de club geraken. Soms kunnen mensen niet schrijven of niet lezen. En dus proberen we eigenlijk te starten met laagdrempelige projecten waar iedereen gewoon kan binnenwandelen. En van daaruit pikken we dan eigenlijk jongeren op die bijvoorbeeld meer ambities hebben of die graag willen doorstromen. Wat gaan ze doen? We hebben juist geleerd. Doe maar! School. Thuisproblemen, gewoon verlegen, dat kan verschillende problemen zijn. Maar bij ons telt gewoon elke speler.